Een goede make-up start met een goede basis. Ik toon je de fluïde correcteur van Teleclair. Deze is geschikt om imperfecties te corrigeren en om schaduwzones op te lichten. De fluïde correcteur is verkrijgbaar in 5 kleuren. 3 beige tinten voor de verschillende huidtypes. Dan is er ook nog de kleur banaan om op te lichten. En orchidee voor een frisse teint. De fluïde correcteur gebruik je als volgt. Van de binnenkant van je ooghoek naar beneden, naar de buitenkant van je ooghoek om op te liften. Dan de neusvleugeltjes, de contouren van je lippen, je kin, de arcadeboog om je ooglid op te liften en je ooglid ook nog een klein beetje insmeren als perfecte basis voor je make-up. Dit is het resultaat nadat je de donkere zones en imperfecties hebt aangepakt en nu kan je gewoon beginnen smeren. Tijd nu voor de andere kant. Met enkele eenvoudige stappen is mijn teint helemaal opgefrist en ben ik klaar voor de wintercollectie Ombre Divine van Teleclair. Starten doe ik met het compacte poudre Divine. Hierin zitten 3 verschillende tinten, beige, beige rosé en kaneel. Deze is geschikt voor alle huidtypes. De bedoeling is dat je genoeg product neemt en een klein beetje afklopt en vervolgens gaat inrollen op de zones waar je een correcteur hebt gebruikt. Een compacte poeder gebruik je om te mattifieren en om te fixeren. En op die manier zit je make-up helemaal perfect. Na de perfecte basis is het tijd voor de Ombre Divine oogschaduw van Teleclair. Deze is verkrijgbaar in 3 verschillende tinten, is zeer aangenaam van textuur en makkelijk aan te brengen met je vingers. Bovendien blijft hij de hele dag op zijn plaats zitten en kruipt hij niet in de huidplooien. Als eerste breng ik de Rose Diaphane aan en deze gebruik ik zowel op het bewegend ooglid als op de arcadeboog. De Pourpre Vanité gebruik ik alleen maar op het bewegend ooglid van buiten naar binnen om mijn blik intenser te maken. Na de Ombre Divine oogschaduw ga ik over naar de Bleu Rivage oogpotlood dat waterproof is en bovendien crèmeig van textuur waardoor je het zeer gemakkelijk kan aanbrengen. Om deze make-up look extra modieus te maken, accentueer ik vooral de binnenste ooghoeken. En voor een prachtige open blik gebruik ik de Mascara Volume Effect Bloom. De gebogen borstel zorgt meteen voor volumineuze wimpers. En met de tip kan ik mijn wimpers extra verlengen. Voilà, tijd voor mijn andere oog. Om mijn make-up look af te werken gebruik ik de Exquis à Lèvres, een echte lippenstift handig in gebruik. Zijn satijnachtige textuur zorgt voor de nodige hydratatie en extra comfort. Deze is verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren, zoals deze roos voluptueus, dat perfect past bij mijn oogschaduw, de ideale finishing touch. En vergeet ook niet dat je look helemaal perfect is als ook je nagels goed zitten. Ik gebruikte de framboise van Teleclair, een van de klassiekers. Un beau maquillage commence par un beau teint. Pour cela, je vais utiliser le fluide correcteur de Théophile Leclerc. Il existe 5 teintes, dont 3 beige pour une couleur naturelle, une teinte orchidée pour les cernes bleutées et une teinte banane pour les cernes violacées. Je vais commencer par corriger mes cernes, lifter ma pommette et illuminer les ondes d'ombre de mon visage, les ailes du nez, la commissure des lèvres et le creux du menton. Je vais rehausser mon regard en appliquant une fine couche sous le sourcil et enfin en base paupière. Voici le résultat des lignes tracées. Je vais maintenant estomper au doigt. Et maintenant, je vais faire l'autre côté.
Mon teint est maintenant corrigé et illuminé. Je vais vous présenter la collection Automne-Hiver de Théophile Leclerc, Ombre divine, aux couleurs voluptueuses et profondes. Dans son boîtier noir, Théophile Leclerc a enfermé trois beiges charnels, le beige rosé et le cannelle. Cette poudre compacte divine convient pour tout type de peau, des plus claires aux plus mates. Avec le pinceau, j'utilise facilement les trois couleurs entre elles en les mélangeant pour sublimer mon teint et révéler son éclat naturel. Entre soie et velours, la poudre compacte divine laisse un fini mat et son toucher est une caresse. Les ombres divines ont une texture fondante au toucher, ce qui permet de moduler un fini sur mesure de votre regard. Faciles à appliquer et longue tenue, elles sont parfaites pour toutes celles qui souhaitent un maquillage rapide. On prélève un peu de matière du bout des doigts que l'on pose délicatement sur le milieu de la paupière, tout en tapotant. J'ai utilisé le brun Caravage, mais n'hésitez pas à jouer avec les trois couleurs pour plus de relief. Plus doux et plus lumineux qu'un eyeliner noir, voici l'eyeliner gris platine de Théophile Leclerc. Il est facile à appliquer grâce à son applicateur précis et sans bavure. Je commence toujours du coin interne vers le coin externe. Voici le nouveau mascara Volume Effet Bloom de Théophile Leclerc. Avec sa brosse incurvée, inspirée des recourbes cils, il donne un effet spectaculaire à vos cils. Je termine le maquillage de mon regard avant de passer aux lèvres. Les exquis à lèvres sont disponibles en 4 teintes. Je vais utiliser le rouge impérial. Pratique, ludique et chic, ils apportent une touche satinée à ma bouche. Et pour parfaire mon maquillage, la valeur sûre de cet hiver, le vernis à ongles Rouge Royal.